Het is maar een pilletje, denk je, maar uh, het is een pilletje voor de rest van je leven. En dan moet het ook nog het juiste pilletje zijn wat jou weer blij gaat maken. Ik uh, ben begonnen bij de laagste dosis uh, en dan elke keer opnieuw het bloed prikken om te kijken waar ik ben. Dus het heeft ook tijd nodig om te vinden wie je bent met je medicatie. Het maakt niet uit welke medicatie je voor, voor de schildklier slikt. Maar je moet weer één worden met die medicatie. En het is heel persoonlijk, heb ik al begrepen. Wat voor de één prima binnen de norm is en die voelt zich helemaal happy, is voor de ander toch nog iets erbij of iets eraf. Nou, ik hoor helaas tot die groep. Heb ik weer. Uh, maar goed, als je dat ook weet, blijf je ook op zoek gaan totdat je weer daar bent waar je uh, moet zijn. Wat voor mij wel heel belangrijk was, is het bijsturen van huisarts en specialist. Uh, continu, na die zes weken, bloed prikken, uh, weer bloed prikken, hoe voel je je, monitoren. En het heeft voor mij wel he echt heel lang geduurd voordat ik een klein beetje voelde dat ik dacht hé, hey, wacht even, wauw, uh, dat had nog niks met gewicht of afvallen te maken, maar wel dat je voelt hé, hey, ik heb wat langer energie en uh, uh, dit kan ik weer en dit ging voorheen niet zo makkelijk. En ik woonde destijds op één hoog. Moest ik twee trappen op van twaalf treden, want ik heb ze allemaal geteld. Uh, en die moest ik in tweeën doen. En als je dan merkt dat je in één, keer, in één keer weer naar die eerste verdieping kan lopen. Ja, dan ben je zo gelukkig. Dan ben je gewoon trots. Maar ja, je komt, het is levenslang. Het hoort bij je leven. En uh, om het niet al te uh, moeilijk nu of uh, depressief-achtig af te gaan sluiten, want die kant wil ik helemaal niet heen. Maar het hoort bij je leven en je moet het ook een deel maken van je leven. En nu zit ik weer in een hele andere levensfase en mijn strijd begint gewoon weer opnieuw. Alleen ik heb nu de ervaring van hoe het toen was, dus ik ga deze strijd ook heel anders aan, omdat je toch een beetje weet wat er komen gaat, wat er zou kunnen komen. Dus je probeert dat punt voor te blijven. Je weet, uh, dit kan er allemaal misgaan, want dat heb je. Allemaal meegemaakt en dan ben je allemaal geweest. Uh, en je kent je eigen lichaam ondertussen zo goed uh, dat je ook weet waar je eigen grenzen liggen. En het moment wanneer je in moet grijpen om bloed te gaan laten prikken of aan de bel te trekken bij de arts of specialist. Uh, je reageert alerter dan voorheen, want dan is het nieuw. Je kent het nog niet, dus het overkomt je. Je weet niet wat je moet doen. Uh, net als met een eerste kind, zeg maar. Uh, maar nu uh, zit je natuurlijk in een heel ander soort proces. En je hebt al de wetenschap wat jouw lichaam kan, wie jouw lichaam is, wat het doet en wanneer. En dus weet je ook wanneer het iets doet wat het niet moet doen. En trek je aan de bel. Maar ja, het maakt het niet uh, makkelijker. <laughs> Voor mij is een signaal om aan de bel te trekken, lusteloosheid. Laten we het zo noemen. Ver, laten we, uh, vermoeidheid is voor mij een te groot woord. Lusteloosheid. Opstaan en denken... Pff, dat is een lange dag. Dit moet ik allemaal nog doen. Hoe tijger ik me er doorheen? Dat. Als ik dat gevoel krijg... Uh, nou hebben vrouwen natuurlijk meerdere pieken in de maand. En fases die ze doormaken. Maar het is een, een bepaald soort lusteloosheid... die een schildklierpatiënt... Alleen een schildklierpatiënt... Herkent die lusteloosheid. Die, die, dat, je herkent het. Het zit van binnen en je denkt, oh wacht even, dit heb ik eerder gehad. Dit is, dit is niet de weg waar ik heen wil. Uh, dat. Op het moment dat dat gebeurt, dan meestal ga ik naar mijn arts of specialist, van laten we weer even prikken. Uh, ik ga liever voor niets, dan uh, dat ik uh, te laat ben weer in het proces met afstellen en alles.